Ja, ik denk dat we eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. Alleen vergeten hebben we die kansen af te maken. Ik denk als we 5-6-1 konden voorstaan, daar was ook niks mis aan. En, ik denk dat was onze enige fout dat we gemaakt hebben vandaag. En dan wordt natuurlijk zo'n wedstrijd nog een beetje moeilijk dan tegen einde. Dan krijg je die rode kaart nog. En dat was nog even een beetje bibberen. Maar ik denk dat foutje was bij ons dat we die wedstrijd niet goed afgemaakt hebben. Hoe zit het eigenlijk met jou? Wanneer ben je terug klaar? Wat scheelt er? Ik ben goed aan het recupereren, denk ik, voor mijn spierplezier. Ik heb nog 1-2 weken nodig om weer met de koep mee te doen. Ik ga stilaan beter, elke dag hard aan trainen. En ik voel dat vandaag de dag beter wordt. En, het is hopelijk binnen 1-2 weken weer bij de koep te zijn. Hoe moeilijk is het om die wedstrijden vanuit de tribune te volgen voor jou? Ja, heel moeilijk. Is natuurlijk, iedereen wil graag spelen. En, als je niet kunt helpen, dat is het moeilijkste wat er is. En, ik ben blij als ik weer terug ben bij de groep dan.